Welkom bij de aflevering van 29 april om 18 uur 42. Welkom. Um, ik wilde beginnen met um, Keuringsdienst van Waarde aflevering. Hoe was vakantie daar? Oh. <laughs> <laughs> ja, eigenlijk heb ik daar niet zoveel over te vertellen. Ik was met een gay vriend. Uh, het was echt fantastisch. Ik heb... Bijna elke dag van ochtend tot avond op het strand gelegen en bijna niks anders gedaan. Mm. Weet je wat het is met mij? Ik, ik vermaak, ik verveel me nooit op het strand. Ik verveel me nooit. Geen moment. Ik zweer. Ja, ik uh, vind dat geen verrassing om te horen. Komend van een vrouw, zeg maar. De meeste vrouwen vinden het echt prima op het strand. Maar jij niet? Oh nee, ik ga dood. Ik denk zo van wat de fuck ben ik aan het doen. Nee, ja. ik was echt, ik had het echt ideale vakantiemaatje. Want hij verveelde zich ook nooit op het strand. Ja, sowieso. Als je een chick bent en je wilt op het strand liggen, dan moet je gewoon met een gegey gaan. Ja, ja. dat lijkt me logisch. Maar het was gewoon. Ik bedoel, ja, hoe kan je je vervelen op het strand? Als je je verveelt, kan je een boek lezen. Ik ging muziek luisteren. Ik ging zwemmen in de zee. Ik ging. Oh ja, maar uh, met liggen zou ik me uh, vervelen. Ik zou gewoon, kijk, als ik, als ik een snorkel heb en ik kan. Ja, maar water ik lig in. nooit uh, gewoon liggen. Ja, je doet altijd iets. Ja, ik zou ook geen boek lezen of zo op het strand. Ik, ik, ik raak heel snel. Uh, Overprikkeld of zo? Ja, nee, maar ik krijg het ook heel snel heet. Echt super snel heet. Oh. Mijn, mijn lichaam is altijd veel heter, dat merk ik ook. Hier. Ik, ik vind het juist lekker als ik het heet krijg. Ja, nee, je krijgt het veel te snel benauwd. Ik ben ook lekker bruin, zoals je ziet. En dan moet ik uh, weer bruin. <laughs> <laughs> je hebt nog steeds bruin. <laughs> maar uh, ja, nee, je hebt wel een kleurtje inderdaad. Maar ja, ik kan daar gewoon niet in, Ik kan gewoon niet in de zon liggen, zeg maar. Of dingen doen of zo. Dan, dan zie je mij gewoon dat ik mijn leven haat. Daarom ben ik ook heel ongezellig. Als je echt zo zo'n zonvakantie uh, met mij wilt, dan ben ik heel ongezellig. Want ik ben dan, echt een zonvakantietype. Dan verdwijn ik gewoon in het water. En dan ga ik gewoon visjes kijken terwijl mensen. Ja, je hebt ook memes straat, uh, over dat je twee soorten mensen hebt: de hike-and-go-types of mm -hmm. zo. Of de ochtend opstaan en hiken. En een uh, hele plan maken voor de dag. En mensen die mm -hmm. gewoon uitslapen, wakker worden op je gemakje en dan gewoon alleen maar zon, zee, strand en dat ben ik. Oh nee, ik doe uitslapen op mijn gemakje alles. Ik maak geen plan, maar ik ga wel dingen ondernemen in plaats van op een um, strand liggen. Ik kies gewoon een leuke richting en dan ga ik er naar lopen en dan zie ik wel wat de dag brengt. Ja. En meestal zijn het hele leuke dingen. <laughs> ja, geloof ik wel. Maar ik weet niet, het strand vind ik zo chill. Beetje boek lezen, beetje podcast luisteren, beetje muziek luisteren, beetje wandelen, beetje zwemmen in de zee. Mm -hmm. uh, ben je niet bang in de zee? Nee. Opeens zei die vriend ook van, huh, uh, ik ben bang want uh, er kunnen haaien komen. Ze ja, zei, ik, doe niet haaien. zo belachelijk. Ja. Ik was in Spanje. Oh ja. Nou zelf de Middellandse Zee. Tenminste je hebt wel haaien, maar de kans dat ze je aanvallen is heel klein. Maar waarom zou ik dan bang moeten zijn in de zee? Ja, heel veel mensen zijn bang van de zee. Je hebt van die uh, zwembadprinsesjes, zeg maar. Veel je ziet wel overal vissen. Dan denk ik wel van. Ja, en mensen zijn bang van dat. Dan gaat een stukje fucking allen geraakt. Dus het slijt dan langs hun been zo. En is van, ah, oh my god. Ah. Oh, ja, dat is, Daar heb ik geen moeite mee. Ja, ik heb het wel één keer gehad toen ik uh, in Malta woonde. Kwamen uh, twee vrienden van mij. Kwamen uh, me bezoeken. Gingen we zo bij mij voor de deur. Gingen we zwemmen. En ik zwem zo. En ik had net zwemmen geleerd dat jaar. Ja. Maar ik ging gewoon best wel ver. Ik ging echt diep. En uh, opeens voel ik alsof er gewoon scheermesjes door mijn lichaam gaan. Echt? En ik wist niet wat het was. En ik was echt terrified. Want ik heb net zwemmen geleerd. Ik ben echt ver. En een van die vriendinnen van mij zei ook van, uh, ja, die, toen ze het verhaal ging navertellen van, ja, ik hoor opeens een oerkreet vanuit het water. Zo, want ik was echt, ah, ik oh. was echt keihard dan het schreeuwen zo. En toen kijk ik zo, want ik dacht dat ik helemaal het het leegbloeden was of zo, zo voelde het. Maar ik ging zo trekken en toen had ik allemaal tentakels van kwallen over me heen. Oh. Dus toen uh, moest ik die zo wegtrekken. En vanaf dat moment had ik wel een fear unlocked voor kwallen. Maar uh, ja, voor de rest vind ik het gewoon chill. Echt zwemmen en vissen zien en zo. Maar ik heb dus vrienden, gewoon mannen. Gewoon mannen. Uh, gespierde mannen, behaarde mannen. Gewoon man-mannen die dan... Oh, visje! Oh, oh nee! Ja, er zijn, er zijn vissen in de zee. Ik ben bang van de zee. En dan denk ik van, ga. Ja. In het begin was het voor mij ook wennen hoor. Dat je zeg maar je ogen open doet en je ziet gewoon overal vissen. En soms zie je zo'n hele groep vissen mm. zo je omringen. Mm -hmm. Dat was wel wennen. Maar nu, ja... Ze komen toch niet naar je toe. Ja, ze komen zo even je been aanraken, maar... Mm -hmm. Het is niet dat ze je bijten of zo. Nee. Tenminste, in Spanje heb je alleen die kleine visjes. Ja, precies. Je had wel soms, als ik dan veel ging snorkelen... dan zwemt er opeens een fucking grote tonijn... van een meter of anderhalve meter. Oh my God. Of een barracuda van echt een meter. Die zwemt dan, die gaat gewoon als een auto op de snelweg... gaat hij zien hem zo voorbij flitsen. En dan besef je wel van... ...oh ja, ik ben helemaal niks waard in de Oceaan. Ik als die vis ja. tegen mij botst met zijn 60 kilometer per uur... ...ben ik gewoon in principe gewoon in stukken gebroken. Maar waar zwem je dat je dit soort vissen ziet? Ik in zie uh, in Malta. Uit. Oh ja, daar in misschien. Malta, daar, uh, ja, maar je moet best wel uh, diep gaan ook. En je ziet ze niet altijd natuurlijk. Maar als je echt uren gaat snorkelen langs een kust... ...dan kom je wel veel van die dingen oh, tegen. Oh ja, als je gaat snorkelen inderdaad. Maar je hebt ook, als je, gaat, als je bij Malta aankomt met het vliegtuig... ...dan zie je in het water zo hele grote kringen... Uh, ringetjes, zeg maar. Mm -hmm. En in die ringen, dat gaat helemaal zo door naar beneden, in een net, en daar heb je gewoon een hele school tonijnen zo in zwemmen, zeg maar. Want ja. daar worden ze gekweekt, zijn tonijnenkwekerijen. En als je daar met de boot naartoe gaat, en je gaat dan duiken, en je kijkt, dan zie je echt gigantisch veel vissen zo in een rondje rijden, uh, rondje zwemmen. Ja. En dat is ook echt eng. En dan realiseer je je echt van, oh ja, ik ben echt uh, fragile, zeg maar, als mens in het water. Stelt echt ja, dat heb voor. ik sowieso als ik naar een oceaan kijk, of ja. een zee of zo. Dat is ja. echt klein. Of als je zo met het vliegtuig opstijgt en alles lijkt zo Lego. Uh, mm -hmm. Zo die recht, toe, recht aan huisjes yeah, wegen. Ja, ja. Maar uh, nee, ik vond het echt geweldig. En Het liefst ga ik gewoon weer. Want uh, zodra ik in Nederland was, dacht ik echt: wat doe ik hier? Mm -hmm. Maar ja, ik moet wel terug nu, want mijn boek komt eraan. Maar daarna ga ik gelijk weer weg. Ja, ja, ja. En ik vind het daar gewoon echt geweldig. En weet je wat ik ook heel uh, leuk vond? Dat ik, ik zag gewoon, zeg maar, die vissen gevangen, uh, dat, dat ze gevangen werden met zo'n netten en dan heb je gelijk aan het strand heb je restaurantjes en dan gaan ze hem ook gelijk zo hmm. op de grill leggen ik weet ja. niet dat geeft zo'n gevoel omdat dat zo voor je ogen gebeurt van hmm. wow het is echt super vers en ja. een soort van natuurlijk of zo ja dat merk dat dat, uh, dat is een beetje een uh, zeldzaam fenomeen voor de stadsmens ja om uh, dat, uh, dat, dat hele proces in één keer te waarnemen zeg maar ja je hebt gewoon mensen die vissen die geven het door. Die ja. zetten hem letterlijk voor je neus op de grill. Mm -hmm. Je hebt daar van die enorme houtskoolgrillen achter. En dan krijg je hem gewoon gelijk geserveerd. Ja, ja, ja. En proeft gewoon ook super vers en mm. lekker. En je hebt letterlijk alleen olijfolie en zout nodig. Voor de rest niks. Ja, precies. En even kijken, wat was me nog meer opgevallen? Ja, ik ben alleen maar naar het strand geweest. Picasso Museum ben ik geweest. Ik snap echt die hype niet. Sorry. Het is gewoon. Kijk, ja. ja. Snap jij die hype? Ik heb Picasso nooit een hele denderende artiest gevonden. Ik snap dat nee. hij veel teweeg heeft gebracht in de, in de kunstwereld en allemaal dat soort dingen. Iemand zei ooit in een groep tegen mij dat ik geen echte kunstliefhebber ben, omdat ik niks heb met Picasso. Want ik echt. echt ik heb er is, ook niks mee. Dat is letterlijk het vergif van, uh, van Snops. Mensen die denken dat ze iets met kunst hebben, maar eigenlijk gewoon meegaan met de grote namen. zeg maar. Ik, ik snap dat hij veel dingen teweeg heeft gebracht um, uh, in de kunstwereld. Ik snap dat hij. Um, ja eigenlijk met een heel nieuwe nieuwe stijl aan kwam lopen en um... kijk dat is waarom kunstenaars groot werden omdat ze nieuw waren voor die tijd ja. maar stel er zou nu een Picasso zijn dan ben je mm -hmm. helemaal niks waard ja. dan ben je gewoon ja de zoveelste Picasso die hebben vaak ook een ander leven een beetje die zijn um... ja Basquiat vond ik altijd Kijk, Basquiat hij was een HIV positieve heroïne junkie um... Uh, uh, kunstenaar. Zijn schilderijen gaan ook voor miljoenen. Hij is een hele grote naam. Maar ik vind hem een beetje, een beetje op. Hij um, heeft een beetje een Picasso-stijltje, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar dat is dan de nieuwe generatie van. Kijk, Picasso was ook geen fijn mens. Picasso staat bekend als een um, misogynist. Want elke vrouw die hij had, die sloeg hij helemaal in elkaar. Zeg maar, mee mm. moet de kunst van de kunstenaar zijn. Oh. <laughs> ja, dat geldt voor bijna elke kunstenaar. Ja, behalve behalve bij Hitler, als ik opeens Hitler schilderijen ga sparen, dan, dan mag dat niet. Dan is dat opeens van oh nee, daar kunnen we het niet scheiden. Daar gaat het te ver. Ja, maar die heeft een genocide gepleegd. Ja, bij genocide zetten we de streep. Dan scheiden we niet meer de kunstenaar van de kunst, zeg maar. Ja. Maar, maar oh, de mensen zijn grappig. Maar. Uh, ja, maar dat zijn de nieuwe kunstnaren van nu, denk ik inderdaad. Want dat, gewoon... dat zie je ook heel erg bij Kanye West. Kanye West is een, is een um, geniale muzikant, maar hij is tegelijkertijd ook een totale randebiel gewoon. Mm -hmm. Die echt een ego heeft van hier tot Tokyo en letterlijk de IQ van een fucking jellybean. En, ja, en toch aanbidden we zijn kunst, tenminste wordt zijn kunst aanbeden. En uh, zijn kunst gaat vaak overleeft het vaak langer dan het negatieve beeld van de persoon die de mensen hebben, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ja. Nee, maar sowieso, als je heel creatief bent en heel veel kan produceren, zo uit het niets, heb mm -hmm. je meestal iets van een bipolaire stoornis of mm -hmm. iets. Want, een no want dat de mensen ja. ja. Want een normaal brein, uh, werkend brein produceert niet zoveel creativiteit, mm -hmm. heb ik het idee. Ja, dat kost allemaal veel meer tijd en moeite. Ja, precies. Dus dat museum vond ik niet zo denderend. Maar oh ja, wat me wel was opgevallen... er waren echt veel Turkse toeristen uit Turkije in Malaga. Echt raar. Ja, ook veel Nederlanders. Maar gewoon ook met hoofddoeken en zo. Ook bij het Picasso Museum. Ik ging met die gay vriend, want die is ook Turks... gingen we steeds zo Turks praten. En gingen we roddelen over mensen en zo. En toen dachten we, oh, wij, wij waanden ons helemaal veilig. <laughs> Omdat we dachten, ja. ja, Nederlanders verstaan ons niet. En toen ging zo'n vrouw met een hoofddoek naar ons toe komen. Oh ja, ik hoorde jullie toevallig praten... En, uh, maar dat ging toevallig dan over dat we geen kaartjes konden kopen of zo. Oh, Toen ja. dacht ik: Oh ja, gelukkig zei, de, zei ik niks negatiefs. Ja, het is zo dus zo. echt lijp hoe erg het dan het groeien is. Uh, ja, Onze, ik zag zo'n hele vrouwengroep. Ze zagen er een beetje miligurus achtig uit. Mm -hmm. Hele vrouwengroep van echt 30, 40 vrouwen die daar waren. Zo als zo, soort van groepsreis en zo. Je ja, moet je voorstellen hoeveel zij in Turkse diera's moeten uitgeven voor zo'n reis. Dat is echt absurd. Ja. Dus het is wel waar dat Turkije rijker wordt omdat je veel meer die toeristen tegenkomt overal. Mm -hmm. En ook inderdaad, conservatieve mensen vooral. Want die andere Turkse toeristen kwam je altijd wel tegen. Mm -hmm. uh, voor de rest uh, alleen maar vis gegeten, alleen maar gezond. Ik heb eigenlijk niks bijzonders gedaan, dus ik heb ook niet zoveel te vertellen. Ja, <laughs> Ja, ook niks gewinkeld of zo. Mm. Ja, ja. Ben, je, ben je voorlopig uitgeshopt of heb je gewoon geen leuke dingen in uh, Spanje? Ik denk vooral uitgeshopt, want uh, ik heb de laatste tijd echt veel kleding gekocht. En past niet meer in mijn kast. Oh, ja. Omdat ik een, steeds een nieuwe maat heb. Dat is wel het kutte van afvallen. Je hebt zeg maar elke maand mm -hmm. een nieuwe maat, omdat ik dan steeds weer één of twee kilo afval. En dan uh, is die broek die ik dan twee maanden geleden had gekocht, is weer te groot en zo. Ja, 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 ja. ja. Dus uh, ik wacht even tot ik mijn uh, stabiele gewicht heb. En dan <laughs> ga ik wel shoppen. Voor <laughs> ja. uh, de rest. <laughs> nee, we gaan nu over naar Keuringsdienst van Waarde. Ja. Jij had daar een idee over, wat je met Izzy wilde doen. Maar ga je dat echt doen? Of, uh? Ja, het lijkt me gewoon grappig. Maar ik weet niet of ik daar zoveel energie in. Uh, Jouw kennende niet. Maar ja, mij <laughs> kennende niet. Ja. Het is gewoon een vluchtig ideetje, maar het is een van de honderden. Maar dus wat <laughs> was je idee ook alweer? Misschien nou, kan nou ik kijk, Keuringsdienst van Waarde heeft een aflevering gemaakt over uh, de halal kip. En de vraag was eigenlijk dit. Alles, alle kippen in de supermarkt heeft een... Beter leven, ster, minimaal één. Dat hebben supermarkten een aantal jaar geleden afgesproken. Uh, van oké, okay, we maken een nieuwe standaard. En in plaats van de vroegere plofkip, is alle kip in de Jumbo, Albertijn, alle grote supers, is altijd minimaal een, uh, een beter leven, één ster kip. Beter leven heet het toch? Ja. ja. Uh, alleen, bij de halal kip heb je die ster helemaal niet. En sinds uh, een aantal jaren, eigenlijk al sinds vrij lang, heb je ook halal kip in de Albertijn. Ja, van Wahid. Ja, van Wahid en van. Uh, dat heb je al heel lang hoor. Toen ik daar werkte, had je het al. Ja, precies. Best wel lang eigenlijk. Maar het is best wel. Het, het breidt steeds wel meer uit. Uh... Maar mijn moeder vond dat nooit goed. Ja, nee, die vertrouwde dat natuurlijk niet. Mijn Geen... ouders uh, vertrouwden dat ook niet. Echt raar hè? Gewoon heel de buurt kwam daar Wahid kip kopen. Van die kalkoenworst op je brood. en uh, ze, ja. hebben, ze hebben een heel assortiment. En sommige dingen zijn echt lekker. Mm. Van die kipfilet met uh, kruiden en zo. En dan kwam ik met dat thuis. Vond ik het ook lekker. Zijn moeder. Ja, nee, Albert Heijn kan nooit halal zijn, dit en dat. Maar dat ja. heeft ze gewoon echt uit de kont verzoend. Ja, of zo. natuurlijk. Het is gewoon de, die, die niet halal associatie die, die ze ermee hebben. Oh. Maar echt alleen zij zei dat, hè. voor de rest had iedereen het. Ja, ja, 100%. Maar mijn moeder is altijd die extra suspicious. Ik snap nooit waarom. Ja, want je wilt meer, meer je best doen dan, uh, dan Gewoon letterlijk niemand. Mijn oma niet, mijn tante niet, niemand. Iedereen vertrouwt het gewoon als er ergens ook bij een restaurant of zo, dan dus staat er ergens halal. Iedereen vertrouwt het gewoon, mijn moeder nooit. Nee, bij ons vertrouwt ze het uh, in principe ook niet. Maar kijk hierop heb je, heb je geen beter levenster. En dat Waarom is die eigenlijk... tv zo? Oh ja, ja, Ik heb hem niet daarop gezet, dan staat hij oh. voor de camera. Maar uh, ja, kun je het okay. een beetje zien ja toch? Ja. Maar oké, okay, uh, de vraag was eigenlijk: waarom heeft deze geen beter levenster? En de, de, de hele verha de verhaallijn die ze hadden gecreëerd in, de uh, in die aflevering was ook leuk. Want ze gingen langs bij moslims. En toen vroegen ze, of ze gingen moslims opbellen. En toen vroegen ze: van wat is halal snijden eigenlijk? En toen vertelden ze allemaal het mooie verhaal. Het mooie verhaal van. Diervriendelijk. Naam, ja, diervriendelijkheid, dierenwelzijn. Dus maar dat is toch geen halal leven. per se? Nee, halal is gewoon dat je de nek doorsnijdt. En, uh, en dat, bismillah dood, zegt of zo. Ja, dat het doodbloedt. En kijk, je mag gewoon niet doen aan dierenmishandeling. in de zin van: Kijk, het is gewoon zo dat als jij een dier wilt eten, moet dat dier er gewoon gezond uitzien, zeg maar. Ja, Anders precies. Het... Maar dat hele dierenwelzijn hebben ze gewoon verzonnen. niet nee, dat het dier, gelukkig hoeft te zijn of lang nee. leven of weet ik wat. Ja, Want vroeger maar... had je geen eens een bio-industrie, dus ja, ja, ja. Het, het waren gewoon de, 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 de geiten en de kippen die gewoon buiten liepen. Zeg ja, maar. precies. Dat, dat was gewoon uh, hoe je voor je dieren zorgde. En dan is dat ook opgesteld om eigenlijk te voorkomen dat je dan. Weet ik veel, een geit heb die dan allemaal kale plekken en schurft heeft over zijn lichaam. En dat als die dan correct slacht, dat die dan ook halal is, zit ze er gewoon een dierenwelzijn ding bij. Van het dier moet wel gezond zijn en weet ik veel wat. Maar dat was het hele idee. En er moet bismillah gezegd worden elke keer als de nek wordt doorgesneden. Um, en ja, ze gingen ook naar een Turkse. Uh, hoe heet die sujukmerk merk ook alweer? Ik heb Turk. Hmm. Dat dat hem kunnen zijn. Ik weet het niet. Maar ik wist niet dat Turkse soejuk in, in Nederland werd gemaakt. Maar ze gingen gewoon langs bij zo'n Turkse maken. Ik dacht dat alles uit Duitsland kwam. Ja, dacht ik ook. Uh, gingen ze daar langs. Gingen ze daar ook kijken. Van, van ja, dit is halal kip. Bla, 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 bla. En toen gingen ze bij een kippenboer langs. En toen zag je echt van die, die kippen die dan allemaal kale plekken hebben. Die amper kunnen staan. Helemaal zo packed bij elkaar, zeg maar. De klassieke plofkip. Die wij dus niet meer in de supermarkt hebben. En... Uh, ja, die wordt niet meer verkocht in de supermarkten. En ja, waarvoor wordt die plofkip dan gegroeid? Nou, voor de halal kipfilet. Oké, okay? dus de plofkip, de dierenwelzijn, de halal uh, vlees en weet ik veel wat, komt gewoon van de plofkip. Het komt gewoon van ja, dieren die een veel kutter leven hebben. Overigens verkoopt uh, is die kip ook veel goedkoper. Daarom is kipfilet altijd goedkoper bij de Turkse slager. Uh, maar Albert Heijn verkoopt voor dezelfde prijs als normaal kipfilet. Omdat anders iedereen, alle Nederlanders halal kipfilet zouden kopen. En niemand meer dat normale kipfilet koopt. Dus dan verkopen ze een kip die normaal 2 euro de kilo kost. Verkopen ze voor 15 euro bla bla. bla. Oké, okay, maar dan gaan ze langs bij een halalslager. En die, wilt, uh, die laat alles zien. En weet ik veel wat allemaal. Maar die wil het proces van de, de keel doorsnijden. En het gebedje. Dat uh, willen ze niet laten zien. Maar ze, 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 ze garanderen wel dat er daar echt iemand staat die dan. Elke keer een keel doorsnijdt en dan Bismillah, 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 bismillah zegt. En uh, weet ik veel wat allemaal. Ik zeg maar dat ik het niet geloof. Ja, nee. Het is, want je ziet ook, je ziet het fabriek lopen. Oké. Okay? En dan zie je gewoon als een trein een rij van kippen zo gaan. Dus dat is de snelheid ja. waarin ze geslacht en verwerkt worden. Ja. Dus dan moet je echt twintig man hebben die dat Bismillah, 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 Bismillah. En dan moet je ook maar. Kijk, je zou eigenlijk ook een onafhankelijke organisatie moeten hebben die dan moet controleren of er wel bij elke kip bismillah is gezegd. Want anders heb je niet halal kip in je productielijn, zeg maar. En dan kan er ook niet op vertrouwd worden. Maar oké, okay, dat, was, dat was al uh, een beetje bekend, hè, dat, uh, dat het een beetje onmogelijk is in de schalen waarin wij kip produceren op aarde nu. Kan dat gewoon niet. Heel veel bedrijven werken met een, met een bandje. En zelfs dan... Die kippen gaan zo snel door die lijn... Dat, het dan dat zou het geluid moeten zijn, zeg maar. Zo so, zetten dus al... ze gewoon koran op. Ja, dus, het, dus, het, dus het, is, het is al veranderd naar iets wat helemaal niks meer te maken heeft met halal uh, slachten. Maar vervolgens kwamen ze bij een nog mooiere ontdekking. Namelijk dat de term halal. Is niet beschermd in Nederland. Dat oh. betekent dat iedereen, wie dan ook, mag halal op zijn verpakking zetten. Je mag gewoon een varkenshoofd verkopen en die gewoon halal noemen. Dat mag gewoon. Ja. Hij mag doordrenkt zijn in bloed en je mag hem gewoon halal noemen. En dat blijkt, het blijkt dus dat er twaalf halal keurdiensten zijn in Nederland. En iedereen kan een halal keurdienst zijn. Iedereen. Dat kan gewoon iedereen. We kunnen het nu opzetten. En vervolgens hebben al die uh, verschillende bedrijven hebben hun, uh, hebben hun eigen. Uh, voorwaarden voor wanneer iets halal is. Ja. Dus bij sommigen zeggen ze dan van oké, okay, het moet echt met de hand doorgesneden zijn. Anderen zeggen gewoon, een bandje mag. Anderen zeggen letterlijk, zolang er geen varkensvlees in zit, is het gewoon halal. Oh ja. En dat zijn dus alle verschillende stempels en weet ik veel wat halalkeurmerkjes, die dan op een pakje soetjoek of sausjes of weet ik veel wat allemaal, dat je al die halal tekentjes ziet. In de moslimwereld gaan we er gewoon vanuit van. Uit van uh, ginnen we, ik behoor niet meer tot de master maar oké, okay, ginnen we ervan uit van als er halal op staat, dan is het gewoon halal. Dat was gewoon de makkelijkste vorm van denken, als het ware. Uh, of als, de, als je naar de Turkse slager ging, dan is het gewoon halal, want hallo, het komt van de Turkse slager. En kijk, op de muur hangt het halal-certificaat en weet ik veel wat allemaal. Ja, ze hangen inderdaad zo. Ja, op. En, en, maar het blijkt dus dat die certificaten helemaal niks betekenen. Er zijn geen. Maar dat vermoedde ik echt altijd. Al. Ja, natuurlijk, maar het is ook onmogelijk om die, om die traditionele slagmethodes te gebruiken um, in de ja. volumes van kip die we nu produceren, dat kan Over niet. Zo'n grote schaal kan ja, je toch nooit. Dan moet je uh... duizenden mensen hebben die dan uh, Bismillah, 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 ik ben, weet niet veel wat allemaal zeggen. Dus ja, dat uh, dat kan helemaal niet. Dus um, ja, uh, het feit is gewoon dat letterlijk waarschijnlijk alle moslims, alle moslims in Nederland eten niet best, halal vlees. Ja, het eten gewoon niet halal vlees, zonder dat ze dat uh, niet weten en dat is gewoon jammer. En het probleem, het, het mooie aan de islam is dus dat als je dat niet wist dan is, dan is dat niet, niet erg. Stil. Maar nu jij het weet. <laughs> <laughs> ja. Moest je ja. maar niet deze podcast luisteren. Ja. Nu je het weet, moet je ja, wel uh, vijf keer harder je due diligence doen. om erachter te komen of het wel daadwerkelijk halal is of niet. Of hé, hey, je kan ook altijd gewoon vegan worden. Dan heb je dit niet. Je kan nooit. Echt een goede campagne dit. om moslims minder vlees te laten eten. Ja. Maar dat dus. En mijn idee was dus gewoon om een. Um, om gewoon een website te starten van uh, weet ik veel, halal, varkensvlees.nl of zo. En dan gewoon een bedrijf opzetten. waarin we dan gewoon varkensvlees verkopen, dat zou voor alles kunnen zijn. Uh, dat het gewoon halal is. En ja. Maar wie, ga, wie, wie gaat varkensvlees kopen wat halal is? Ja, eigenlijk zou het niemand dat dus doen. Eigenlijk is het dus niet een goed businessplan. Maar nee. omdat, het, omdat, het, omdat het idee uh, wel uh, het nieuws zou halen, mm. uh, zou je dus zoveel uh, exposure krijgen, dat best wel veel mensen het zouden bestellen als. Uh, ja, grap of weet ik veel wat, weet je. Ja, dus, voor uh, één dag. Ja, dus eigenlijk, <laughs> ja precies. Het is, het, is gewoon, het is gewoon een stunt om even de media-aandacht te, oh, oh, media te krijgen en dat soort dingen. Maar als iemand het wil doen, doe het maar. Ik bedoel, je kan gewoon in een dagje een website opzetten en dan gooi je er gewoon een persbericht uit en dan uh, pikken mensen het wel op. Geen staal pikt het sowieso op, dus... Uh, <laughs> ja, maar je, je proeft wel duidelijk verschil natuurlijk tussen varkensvlees en lamsvlees en kip. Ja, tuurlijk. Ik proef dat altijd heel duidelijk. Tuurlijk, dus, tuurlijk. Dus dat gaat natuurlijk niemand uh, eten. Oh nee, maar het is ook niet de bedoeling dat moslims het gaan kopen of zo. Het oh. is gewoon meer om, uh, om te spelen met het idee van uh, ja, je mag het gewoon het. halal noemen. En Nederlanders die kunnen dan ook gewoon een racistisch grapje uithalen met hun uh, buurman Mohammed. Van hey Mohammed, ik heb halal varkensvlees gekocht. Speciaal voor jou. Nee. Ja. <laughs> dat zou echt een, echt een verkeerd zijn. Dat is een goed idee. Ja, het is, gewoon, het is gewoon een idee wat gewoon uh, uh, media-aandacht zou pakken. En verder dan dat is het niet. Zou je er niet echt een uh, bedrijf uit halen of zo? Ja, als iemand uh, ons wil helpen daarmee, uh, laat maar weten. Niet helpen, doe het gewoon zelf. Ik oh, kan ja. het ook zelf, maar ik heb gewoon geen zin. Ja, precies. Uh, we gaan naar Dennis Usdemir. Had jij dat fragment? Ik weet niet meer waar ik dat Niemand fragment... Je had het in een groep gestuurd, toch? Ja, precies. Maar om dat nu Ik stond echt vinden... versteld. Ja, ik ook wel eigenlijk. Uh, voor de mensen die hem niet kennen, ja, eigenlijk is hij ook vrij onbekend, maar hij heeft een podcast. Is een Turkse jongen uh, en hij poogt de nieuwe Andrew Tate te worden in Nederland, geloof ik. Want uh, hij heeft een hele conservatieve achterban, conservatieve podcast. Hij nodigt uh, een beetje dubieuze figuren uit. In ieder geval, hij had het uh, over mijn 1 april grap: hoe walgelijk het is dat ik zo. Casual praten over zwangerschap. Ja. En uh, nou, hierbij, Dennis, het was een 1 april grap. <laughs> Overduidelijke 1 april grap. Maar ja. Daarom dacht ik van, hè, maar hoe kan jij dit geloven? Want die profileert je zo als psycholoog en Denker. Ja, en als je iets van mensenkennis allemaal, had, dan had je ja! echt gezien dat het zo slecht geacteerd was. Ja, en de comments zaten ook gewoon vol met 1 april grap. Dus dan ook gewoon niet verder gekeken dan de video zelf. Ja, dus ik was daar echt, ja, dat was voor mij echt een. Ik uh... wil daar trouwens echt duidelijkheid over geven, want die grap heeft echt tegen me gewerkt. Ja, waarom? <laughs> Iedereen dacht dat het echt was. Ja, ook mijn dates en zo. Dus uh, ja, mensen, echt nee, duidelijkheid. Is, nee, maar kijk, uiteindelijk is dat hun eigen ja. probleem. Want kijk, als jij, als jij. Als jij de informatie in jouw hoofd laat, laat populeren door fucking wat er staat in een titel... terwijl ja. we letterlijk in 2024 zitten en je het internet als je broekzak zou moeten kennen... namelijk wat de fuck clickbait allemaal betekent. Ja. Dan, ja, kijk, heel simpel. Ik kan, uh, als ik een, als ik een, YouTube, als ik een uh, podcastaflevering online zet, dan moet ik... Dan is het enige wat eigenlijk bepaalt hoeveel mensen erop klikken... De titel en het thumbnail. Ja, dat is het enige. Dat hebben we nu wel. zijn we ja, wel achter. Dat ja. is het enige. Want dat is het enige wat je te zien krijgt voordat jij de keuze maakt om erop te klikken. Ja. Zeg maar. Dus ik kan wel een hele mooie inhoud maken. Maar als de titel gewoon aflevering 1 is. en het thumbnail is zo'n stil. dan krijg je gewoon geen kliks. Dus jij wordt geforceerd vanuit zo'n algoritme. Om gebruik te maken van clickbait. om En dat weet Dennis, want hij maakt al jaren video's. Ja, precies. En, en alle, nieuws, alle nieuwsbedrijven doen dit. Je, in de titel zet je eigenlijk iets wat een beetje in de komt klopt. klopt van, half, niet. Ja, precies. En dan, en dan moet je er verder in duiken om erachter te komen wat de echte waarheid is. Dus als mensen dan gewoon zo'n video langs zien komen. En dan zien ze van Laligul zwanger. En hij is ook uitgekomen op 1 april. En je ziet het in die periode. Dan ja. En jij ja, gaat dat dan geloven, gelijk. Dan is dat niet. Ik vind dat niet dat dat jouw verantwoordelijkheid is. Dat mensen gewoon hun eigen ja, ding moeten doen. Want het is een beetje alsof, alsof iemand boos wordt op een goochelaar. omdat ze de act niet helemaal hebben gekeken. en dan de hele tijd dachten dat hij echt magische krachten had of zo. Van, ja. Nee. Ja, is gewoon je eigen fout. Je moest er gewoon zelf voor zorgen dat je er wat dieper in ging duiken. Lees op zijn minst de comments waarin iedereen zegt: van... oh ja, dit is sowieso een 1 april grap. Ja. Heb je het teruggevonden? Nee, even kijken. Oh, dat is echt heel ver terug, denk ik. Ja, ik heb op zijn naam gezocht, maar ik kon niks vinden. Kun hmm. ik zien, waarde. Ja, het is echt veel verder terug, denk ik. Wij delen zoveel per dag in. Ja. Jezus Christus, man. Mensen delen vakantiefoto's, alles. Uh, mensen delen hun ID. <laughs> ja. What the fuck. Uh, oh ja, hier. Ik heb hem gevonden. Yes. Neemt. Ja. Want tegenwoordig lijkt. Ik zag toevallig laatst een podcast van iemand. Ik had het daar met mijn vrouw over. Uh, en die deed heel lacherig. En die, ja, als diegene dit ziet, want die ging. Ik ben hun eettafel gesprek uh, <laughs> Die weet dan wel dat het over haar gaat. Maar ja, al uh, vorige week, uh, volgens mij zijn ze uitgaan of weet ik veel wat. En ze zat een fling en al, al een beetje aan het daten. Ja, iets doms gedaan. Ik had drugs gedaan en ecstasy en alcohol en ik was dronken. Ja, uh, niet zo. Uh, zo ja, we waren even niet zo verstandig. En uh, ja, ik ben zwanger, maar zo casual. Ik denk, huh? dit is toch een van de meest heilige dingen in het leven. Hoe praat je zo casual over? Dus. Uh, ja, ik weet niet, die trend uh, baart me wel een beetje zorgen. En ze gaat het kind houden? Ja, en ook geen relatie of zo. Gewoon JOLO. Yo ja, en ik zie dat ook best wel. Wat de fuck man? Ik What ben ineens fuck. een trend. What Stel je voor man. dat het echt was, hè? Ik yeah. had echt een fling. En ik had echt per ongeluk een baby, en ik wil hem echt houden. Überhaupt, wat is daar mis mee? Ja. Sowieso. Want er zijn zoveel mensen die dat doen. Maar ook als je komt... dan op die manier zou vertellen: van ja, ik heb gewoon drugs, alcohol, ecstasy. <laughs> gewoon alleen al. Als je het op die manier vertelt, is het toch ja. overduidelijk. Wat de fuck, ja. man? Ik zei ook allemaal hele tegenstrijdige dingen. <laughs> ja. Ik zei: ik ben aan de pil. <laughs> <Ja>. <laughs> maar door ecstasy weet ik veel wat. Echt dingen die geen sens maken, gewoon. Maar uh, kijk, zelfs hij geloofde in het. Mm -hmm. Zelfs hij. Ik acht hem niet ja, per dat, se. Dus ja, is dus <laughs> <Ja>, dus blijkbaar. <laughs> Ja. Maar hoezo ben ik ineens een trend? Hij zegt, ik maak, ik, het maakt me zorgen, die trend. Dat één persoon iets doet, wil niet zeggen dat het een trend is. Nee maar, nee, maar het is ook nooit gebaseerd op trends. Het is, kijk, dit haat ik van mensen, van pseudo-intellectuelen, die zich dan willen voordoen als. Oh ja, ik zie dingen en weet ik wat. Weet je hoe we dingen zien met data? met letterlijke data dat er gewoon onderzoeken worden gedaan en dan weten van er is zo'n trend als jij zegt van oh ik zie zo'n trend want ik voel hem dan ben je dan een mongol want dan begrijp je niet hoe de wetenschappelijke methode werkt want vol volgens diezelfde logica Voelt het voor mensen steeds gevaarlijker op aarde? En in hun jeugd was het zoveel veiliger. Terwijl in hun jeugd de criminaliteit letterlijk twee keer zo hoog was. Maar het, allemaal dat soort dingen. Jij bent niet een of andere onafhankelijke, volledig rationele meter. Die dan metingen verricht en dan op conclusies komt. Jij denkt gewoon van. Oh ja. Op dit moment zie ik op TikTok deze filmpjes. Dus dit is er nu aan. Dit moet er dan nu wel aan de hand zijn. Ja. Maar nee, je ziet 0,00001% van de realiteit. En die is dan letterlijk aan jou gevoerd door de interesses waarop jij klikt op het, op het internet en allemaal dat soort dingen. Ja, maar weet je wat ik ook nooit snap van conservatieven? Als je abortus doet, is het slecht. En als je hem houdt, is het ook slecht. Ja. Want die vrouw zei: gaat ze hem houden? En dan zei die ja. <laughs> ja. Maar dan denk ik van als ik het weghaal, is het toch ook slecht, volgens ja. Ja. jullie. Ja. Dus Wat moet je dan? Ja, precies. En, en ook ik, snap ook niet, ik snap ook niet waarom. Kijk, het is ook zo van ja, het gaat me gewoon houden, dus gewoon YOLO. Denk van hoezo gewoon YOLO? Like, hoezo gewoon YOLO? Waarom is het niet compleet geschift wanneer 20-jarige moslims met elkaar gaan trouwen. en met minimale financiële zekerheid en emotionele intelligentie of volwassenheid een kind gaan grootbrengen? Dat is gewoon fucking prima. Maar als een succesvolle vrouw die letterlijk uh, gewoon. Uh, al die dingen. Per, een kind perfect kan steunen. Op alle vlakken. Zelfs op de vlakken waar ze tekort zou komen. Omdat er geen man in de plaatjes is. Omdat ze het alleen wil doen. Ja. Kan ze gewoon perfect doen. Gewoon de beste nannies regelen. De beste educatie regelen. Genoeg tijd. Je hoeft niet 9 tot 5 te werken. Je kan gewoon met je kind zijn en weet ik wat. Waarom is dat? Is dat een YOLO of zo? Waarom is dat Ja, negatief? maar het is ook heel interessant naar welke parameters zij kijken, zeg ja, maar. Dus als Paar je gewoon. Uh, hij heeft geen vader, dus hij kan nooit een goede jongen worden. Nee, want ja. ik zei we gaan co-ouderschap doen. Dus dat is ja. ook niet eens waar. Oh ja, we zijn alleen niet getrouwd, zei ik, en niet ja. in een relatie. Maar ja, dat hoeft ook niet per se, om nou. een kind goed op te voeden natuurlijk. Je kan natuurlijk gewoon heel veel kinderen... Uh, mijn goede vriend Mehmet is toch ook uh, gescheiden. Die heeft toch ook twee kleine kinderen. Nou, mm. een weekend bij hem weet ik veel wat, door de week uh, ja. bij die moeder. Ja, zoveel mensen doen dat zo. Moet je dan uh, dat mm. ook niet doen of zo? Ja, maar heel vaak zie ik dit van mensen afkomen die... En ik ken die dingen. Kijk, ik ben ook voornamelijk grootgebracht door mijn moeder. Mijn vader, die sprak ik niet zo heel veel. Mijn ouders waren gewoon bij elkaar, maar ik sprak gewoon niet veel met mijn vader. Dus ik heb geen vaderfiguur gehad in mijn leven. En ik weet wat dat met, jou, met je doet. Dat je op zoek gaat naar opvulling en zo. Foute vrienden en weet ik veel wat allemaal. Maar er moet een moment in jouw leven komen waarin je jezelf die gaten die daardoor zijn ontstaan, moet ontwikkelen zo, zeg maar. En dat gaat gewoon vanzelf. Dat gaat niet door boeken of naar mensretreats te gaan en weet ik wat. Dat gaat gewoon door een volwassen persoon te worden en volwassen relaties aan te gaan. Met jouw vrienden en met jouw geliefdes en allemaal dat soort dingen. Dat heet gewoon groei. Ja. Dat is hoe dat heet. Maar bij heel veel van die mensen is dat op de een of andere manier niet gelukt. En dan kijken ze heel negatief naar... Eén bijvoorbeeld. Of ja. of same sex oudergezinnen en weet ik veel wat. Want dan is het bestaat in hun hoofd van nee, dit is het perfecte. Een vader en de moeder. En daar komt het perfecte uit. En al het andere is fout. Maar dat is onzin. Want het, het heeft met zoveel verschillende dingen te maken. Dat als ja. je alleen gaat focussen op dat die parameter, mijn ouders waren niet gescheiden. Mijn ouders waren gewoon bij elkaar. Ja, ik, ik wenste dat mijn ouders waren gescheiden. Maar ze scheidden niet. Waarom? Omdat de, die problemen laten aanhouden. Die problemen laten aanhouden in het geheim. Waar, want naar de buitenwereld doe je zelf natuurlijk altijd perfect toe. In de Turkse community. Was, uh, was makkelijker dan. Moeten leven met dat mensen van jou zeggen dat je bent gescheiden. En dat komt door die hele toxic cultuur van. Oh ja, maar wat gaan, hoe gaan mensen naar ons kijken als we gescheiden zijn? En wat gaan mensen zeggen? Maar dan verandert het beeld dat mensen van ons hebben, toch? En zo? En ik ja. van het is zo'n toxische manier van denken. Echt zo gelimiteerd gewoon. Ja, en ik heb ook een beetje moeite met. Misschien is het controversieel als ik dit ga zeggen. Maar het woord heilig bij kinderen. Oh ja, ja daar heb ik ook een, echt... een probleem mee. Misschien wel het meest heilige wat er is. En dacht ik van. Hè? <laughs> maar ik snap gewoon niet waarom mensen, ik heb dat ook altijd, ons klein wondertje, zeggen mm -hmm. ze dan. Een kind is geen wonder. Mm -hmm. Een kind is iets wat letterlijk iedereen kan maken. Ja, behalve als je onvruchtbaar hebt of problemen hebt, natuurlijk dan ja. niet. Maar voor de rest dieren, mensen, letterlijk elk levend organisme reproduceert. Ja. En het is het makkelijkste wat, wat, je kan, wat je kan doen in het leven. Het gaat letterlijk vanzelf. Ja je hoeft alleen maar zelfs een eicel je... en een zaadcel. te Ja, hebben. zelfs als je mentaal gehandicapt zou zijn, je zou geen taal kennen, je zou niet kunnen lopen, zou je wel kunnen neuken en een kind kunnen maken. Zeg maar. Ja, dus letterlijk iedereen ja. kan een kind maken vanaf ja. een jaar of veertien of zo. Ja. Ik bedoel, mijn oma was zwanger toen ze vijftien was, geloof ik. Mm -hmm. In die tijd was dat heel normaal. Dat is letterlijk het, het, het eerste wat je kan doen uh, met je lichaam. Je, je hoeft geen eens a je hoeft niet eens tot tien te kunnen tellen en je kan een kind krijgen. Dus mm -hmm. ik snap nooit wat daar zo heilig aan is. Ja. ja ik snap het ook niet ik kijk ik snap wel dat kijk een kind ik snap wel dat je er blij mee bent ja. dat is wat anders maar kijk, heilig I een kind know. maken of een huwelijk aangaan of even wat zeg maar iets nieuws proberen te creëren of dat nou leven is of een gezin is of een relatie is moet je een beetje hetzelfde zien als een kvk-inschrijving oké okay? mm. je wilt een bedrijf beginnen een bedrijf starten bij de KVK is een van de makkelijkste dingen die er bestaan. Trouwen ja. is makkelijk, een relatie aangaan is makkelijk, een kind maken is makkelijk. Ja, maar dat, sommige mensen doen alsof dat de moeilijkste ja, dingen van het leven zijn. Dat, of zo. dat deel zien als het wonder, het grote, het mooie, weet ik veel. Dat is gewoon gestoord. Dat zijn exact dezelfde mensen die dan naar de KVK gaan, een bedrijf starten en dan fucking stoer. Dat waren van die 19-jarige kinderen die dan hun eigen bedrijf gingen starten. Op Instagram zo van, ja, bedrijf gestart. <laughs> ik ja. Dan gaan ze opeens een pakken beginnen te dragen en weet ik veel wat. Maar dan draait het alleen maar om... Uh, verdwalen in de, de, de fantasie die je hebt gecreëerd met waar dit naartoe gaat. Zeg maar. Ja, precies. Van oh, de, deze relatie gaat perfect zijn of deze huwelijk of dit kind of weet ik veel wat. Maar daar ja. hoor je niet in te verdwalen vanaf het eerste moment. Daar hoor je naar te werken. Daar hoor je op te focussen. Niet van oh, ik wil dat de buitenwereld van mij ziet dat ik van dit iets prachtigs ga maken. Nee, jij gaat hard werken om er iets prachtigs van te maken. En dan kan het eindresultaat iets heel mooi zijn. Iets heel mooi zijn uiteindelijk. Dat kan je gewoon creëren. Een, een leuk bedrijf, een leuk huwelijk, een leuk kind, whatever. Mm -hmm. Maar het, is, het moet dat hele proces zijn. En dan het eindresultaat waar jij dan trots op bent. Niet van, oh, ik ben ermee begonnen. Kijk mij. Kijk ja. mij, ik heb gedaan. Maar ik merk dat vaker in de conservatieve kringen. Want ik had ooit als belediging gekregen van, um, van iemand van zo'n conservatieve turk. Ik ben niet eens getrouwd. Nee, hij zei, je hebt niet eens kinderen. <laughs> Ja, die en, ga ik ook krijgen als ik eenmaal de derde Ja, ben en toen gepasseerd. dacht ik van, wat? Toen dacht ik van, ik kan letterlijk gewoon binnen een half jaar... kan ik zo vijf kinderen voor je maken bij die. verschillende vrouwen. Als ja. dat, als dat een, een verandering brengt in wie ik ben. Maar al, ik snap nooit al, al, waarom dat een prestatie is. Omdat het mensen zijn die zo weinig zelfvertrouwen hebben... en niet kunnen, niet kunnen bouwen op de dingen die ze, die ze zelf... op de dingen waar ze zelf aan hebben gewerkt. Of het nou... Uh, fysieke dingen zijn, of hun zelf is... hun brein, of hun weet ik veel wat is... dan moeten ze zich... Uh, dan moeten ze zich vast, vastklampen aan... Oh ja, ik ben tenminste vader. Ja, hele rare titels als, als vader en zo. Of entrepreneur of zo, weet je. Dan wil ze zo'n titel zo aan zichzelf plakken van... die titel heeft al status. Ja. Maar fix gewoon je eigen status. Like, waarom... Ik vind dat zo raar. Ik vind het een hele rare gedachtegang dat ik zou denken van... Ik voel me niet goed over mezelf. Ik heb geen goede kijk van mezelf. Laat me vader worden. Misschien, ja. misschien ben ik dan... Maar ik vind dat een soort shortcut. Of ja. zo, een soort, uh, ja, hoe noem je dat? Een soort hack of zo voor ja. conservatieve mensen. Want ze weten gewoon, vooral moeder zijn... is ook heel heilig in mm -hmm. de maatschappij... Dus dan denken ze: Weet je wat, ik heb niks bereikt. Studeren zie ik niet zitten, werken zie ik niet zitten, um, me ergens in ontwikkelen zie ik ook niet zitten. Weet je wat, ik ga wel gewoon heel snel moeder worden, want dan mm -hmm. krijg ik sowieso respect als moeder. Want dan kan ik gewoon heel de dag rondzingen dat ik zo'n goede moeder ben of zo. Ja, precies. Ja, ja. En dan kijken mensen ook, zeg maar, dan schaam je ook minder om: Ik heb niet gestudeerd of ik werk niet, ja. of dit dat, want nee, ik ben gewoon maar, moeder. Ja, precies, en, en dan het... hebben mensen toch wel respect mm -hmm. voor je. Ja, precies. Ja, ik vind het heel jammer, man. En ik, uh, ik uh, op de een of andere manier snap ik ook niet waarom mensen niet inzien, dat hoe meer je zo, ja, zo jezelf probeert te bewijzen op zo'n manier, hoe duidelijker het voor een groot deel van de mensen is dat, dat je gewoon heel erg onzeker bent, zeg maar. Ja. Dat, uh, ja. Maar nou ja, zolang het werkt, zolang het in je eigen bubbel werkt, en er zijn mensen zijn die ervoor vallen, dan ja, dan ga je er gewoon mee door? Ik word er ook altijd heel suspicious van. Want hij heeft dan heel veel podcasts en posts en zo op Instagram over hoe heilig trouwen is. Mm -hmm. En hoe erg het he hem heeft veranderd. Omdat hij eerst de hookup up culture had en daarna getrouwd is en zo. Ja, en ik vind dat maar, zo geschikt. Want ik denk gewoon van. Hoe kun je daar je hele identiteit Ja, dan, dan maken. denk ik van. Je bent gegroeid. Je bent volwassen geworden. Ja. Maar dan is het soort van. Oh, kom, ik ga jullie nu cursussen geven. Hoe jullie dit ook kunnen doen. Gap, gap, gap. Je was eerst. ging je gewoon emotieloos zoveel mogelijk mensen neuken. Omdat je gewoon je emoties niet in bedwang had. En jong was? Ja. En toen ben je emotioneel een beetje volwassen geworden. Je hebt eigenlijk gewoon gezetteld voor iemand, zeg maar. Je hebt je emotioneel gebonden? Ja, precies. En dan is het van. Wow, kijk wat ik heb gedaan. Kom, laat me het jullie ook leren voor zoveel euro. Weet je? En dan denk ik van. Ja, bij mij ging het gewoon vanzelf. <laughs> ja, ik weet het niet. En bij de meeste mensen gaat het ja. vanzelf. Mijn eerste relatie was fucking elf jaar. Dus ik weet niet, mag ik dan vijf keer zoveel vragen voor zo'n cursus? Ik wil het jullie best leren. What he figured out at 25, I figured out at 15, zeg maar. Dat denk ik dan. Maar het is wel dom, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon om fucking persoonlijke groei. En er zijn gewoon mensen die, die, um, die zo'n fase doorgaan. En er zijn mensen die het niet doorgaan. Maar het feit dat jij het wel bent doorgegaan. Dit is net zoals mensen die dan fucking dik zijn. En dan gaan ze afvallen door zich gewoon aan de standaard dingen te houden. Gewoon mm. minder eten, sporten en weet ik veel wat. Maar dan komen ze zo uit de hoek van met... Mm. Ik ben 150 kilo afgevallen met dit geheim. Laat me het aan jou verkopen voor zoveel, zoveel. Ja. En dan zijn er gewoon mensen die ervoor vallen. Omdat ze denken van, oh ja, hij heeft iets speciaals. Of speciale kennis of weet ik veel Maar het is gewoon very basic stuff. Gewoon hele basic stuff. Ja, maar op de een of andere manier willen mensen dat niet horen. Ik ja, heb, mensen ik willen ik gewoon krijg op, uh, Instagram op dit moment de meeste vraag is: Hoe ben je afgevallen? En ja. ik ben die vraag echt helemaal kotsbeu. Ja. Omdat ik denk: Ik heb niks speciaals gedaan. Het ja. is zeg maar heel saai, minder eten, ja. Ja, meer willen, bewegen. Mensen willen een mooi verhaal. Ze willen gewoon een mooi verhaal, want dat is makkelijker dan. Oh ja, het duurt. is net als met die hele business, het uh, idee van nu toch. Hoe word je snel rijk? Hoe kan je binnen zoveel jaar een miljonair worden? Hoe, hoe, hoe kan je passieve inkomen fixen? Met stocks en met crypto en met weet je wat. Niemand wil horen van, oh ja, dit is de manier hoe je binnen 15 jaar een miljoen kan maken. Dat wil niemand horen. Ja. Iedereen wil horen hoe je volgende week een miljoen kan maken. En dat is met al die, al die ideeën zo. Als jij daarnaar gaat zoeken en daaraan gaat vastklampen. Ja, dan ga je de echte, veel simpelere waarheid gewoon... Voorbij lopen, omdat hmm. die, die niet ja, genoeg dopamine in jou aanmaakt of whatever. Maar ik vind het gewoon jammer, want deze mensen willen het hartstikke goed en dan gaan ze gewoon misbruik maken van dat soort mensen. Dus uh, ja, ik, uh, ik vind het jammer. Iemand had ook gezegd van waarom kom je niet op de podcast van Ummer en Lale? En hij zei, ben ik uitgenodigd dan? En ja, we hadden je uitgenodigd een hele lange ik tijd. Ik heb hem terug. uitgenodigd. En toen zei, zei hij van uh, nee, dat, ik denk niet dat het een podcast voor mij is. Ja, hij en zei, en, ik uh, voel de vibes van jullie niet. Ja, precies. Dus, ik, dus ik vind het heel raar dat je dan in een comment zegt van, oh, ben ik uitgenodigd dan? Want uh, ja, dat is was iets vergeten of zo? Dat was gewoon gebeurd. En hij had ooit iets in zijn story, had hij mij getagd en toen kreeg ik daar een melding van. Ik, ik ken hem verder niet of zo. Ik weet ook mm. niet waar mijn maat getagged. Kreeg ik daar een melding van. En toen had hij dat verwijderd. Dus ik kon de story niet zien. En toen vroeg... Had ik zo'n vraagteken gestuurd van... Wat, wat is dit? Vroeg ik hem nog van... Wat is dit? En dan geeft hij gewoon geen antwoord. En ik ja. van... Waarschijnlijk hè? iets negatiefs of zo. Ja, maar dan denk ik van... Oké, okay, maar je doet je toch zo voor van... Mannelijkheid en weet ik veel wat allemaal. En ik van... Ja. Is, is dit wat je dan leert op cursussen aan mensen? Een soort van <laughs> gewoon ja, dingen verwijderen. En dan als ze je vragen wat het was, gewoon zo stil blijven. Het doet me echt pijn dat uh, dit soort shit bestaat, man. Ja, maar, maar hij is pijn. niet per se invloedrijk eigenlijk. Nee. We hebben hem al niet te veel aandacht gegeven. Ja, precies. Volgens mij is Eilen veel meer invloedrijker. Ja, en, daar heb je, en zij uh, verkoopt nu toch ook cursussen van. Uh... Oh ja, zij is live coach geworden. Oh ja, live coach inderdaad. Ik vraag me af hoeveel ze charged. iLife. <laughs> oh nee, dit is iemand anders. Oh, wow, Ik ging maar. al helemaal stuk. Oh, ik weet niet hoe die van haar heet. Ja, iemand had in de groep echt lang geleden gestuurd. Misschien als je Eilen Fakili schrijft. Oh ja. Noemt ze zichzelf wel, wel live coach? Volgens mij wel. Wil jij gratis gecoacht worden? Let me know. Oh ja, Vision Eilin.nl. Ik oh ja. ben echt benieuwd. De gewoon de Dunning-Kruger van... Oh, zie je wel een mooie website. De Dunning-Kruger van... Ignite, I empower. Van ik ga mensen iets bijleren, want... Empower your spirit, ignite your passion. Mijn TikToks pakken views om dat idioot te erop klikken. Wil je jouw persoonlijke groei in gang zetten, boek nu jouw intake bij Vision. Oh, dit is ook echt het, aller, het enige wat erop staat. Ik ben Eileen Fakili, 1998, en ik ben eigenaarissen van Vision. Intro iets aan. De dus CIS 25. heb <laughs> website is niet klaar, kijk, er staat hier intro iets aan, <laughs> Maar ze konden het niet verzinnen waarschijnlijk. Mijn coaching journey. Ja, ik ga het echt niet allemaal lezen. Een aantal jaren geleden bevond ik me mentaal op een hele donkere en vooral verwarrende plek. Ik wist niet wie ik was, waar ik voor stond... Als je dit al leest, hè, waarom zou je haar als live coach? Yeah, <laughs> waar yeah. ik stond, waar ik blij van werd, waar ik goed in was en wat mijn plekje was. Je oh, was Dat tijdens de pandemie. Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. Ik Wij begreep allemaal. niet waarom ik dacht wat ik dacht, zei wat ik zei en deed wat ik deed. Al die losse eindjes in mijn hoofd zorgden voor veel onzekerheid over mijzelf en over mijn toekomst. Ik was niet blij met wie ik was en waar ik stond in het leven, maar wist tegelijkertijd ook niet wat ik met mezelf aan moest en waar ik naartoe wilde. Ik ging allerlei dingen proberen en hetgeen te vinden waar ik gelukkig van werd, en ging mentaal alle kanten op. Door alle onzekerheden en verwarring raakte ik verstrikt in een web van negatieve gedachten: die van mezelf en die van de maatschappij. Toen ik uiteindelijk overweldigd was door de chaos in mijn hoofd, raakte ik mentaal op slot en belandde ik in een depressie. Oké. Okay. Ja, dit duurt echt lang. Uh, even de conclusie lezen misschien. Oh ja, dit blijkt achteraf een ontwakingsproces te zijn geweest tot mijn authentieke zelf. Oh, verrassend. Een proces met betrekking tot zelfbewustzijn, zelfacceptatie, zelfliefde en zelfverzekerdheid. Het diepste en donkerste punt in mijn leven bleek het allerbeste te zijn wat me ooit is overkomen. Ik ben erachter gekomen wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil. En het geluksgevoel waar ik zo lang naar op zoek was, heb ik gevonden. Wat fuck. Het is zo'n algemene beschrijving. Er staat mm -hmm. letterlijk niks concreets. Nee, er staat letterlijk helemaal niks in. Coaching. Bla bla bla. Zit je in een moeilijke periode van je leven? Ben je niet in staat jezelf uit te komen? Heb je last van negatieve gedachten en gevoelens waardoor je jezelf in de weg zit? Heb je gebrek aan zelfvertrouwen? Ik had wel begrepen dat live coaches op dit moment uh, het populairste beroep is ofzo. Mm. Ja. Dus met iedereen het leven Er is wel markt worden. voor. Ja, zeker. Maar echt raar. Waarom zou je zeg maar niet naar een therapeut gaan, maar naar een live coach? Ja, wachtlijsten. Dit, dit, dit zijn allemaal het product van... Uh, van uh, ja. Bezuinigingen, Bezuinigingen in de GGZ. GGZ, ja. Ja. ja dat er zoveel alternatieve stromingen zijn ontstaan die dan dat letterlijk de grootste mogolen gewoon mensen met een filmpje overtuigen van kom zal ik jou iets bijleren kom maar misschien helpt wel... het die mensen wel trouwens nee maar uiteindelijk wat mensen helpt is gewoon aandacht, aandacht. ja, ja. 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 Dat is maar die geeft je dan aandacht ja, voor precies. geld. en din is ook ja ja maar ja weet je vroeger kon je de sekslijn bellen en dan kon je over je problemen praten met die vrouw zo Oh ja, bestaat dat niet meer? <laughs> ja, ik weet niet. Maar vroeger was dat het vroeger gewoon. Vroeger was dat op tv, bel mij, bel <laughs> ja. nu. <laughs> ja, <laughs> Maar dat zie dan, ik niet dan meer. Dan kun je gewoon bellen. Dan kun je gewoon je problemen vertellen aan die vrouw zo. Van ja, mijn vrouw wil niet meer naar bed. En weet dat ik veel is wel allemaal. jammer dat dat niet meer bestaat. <laughs> ja. Nu heb je echt onlyfans, maar ja, bellen je, is toch wat intiemer. Dat heb je eigenlijk gewoon nodig, ja. Maar ja, echt, uh, ik snap, ik snap niet waar het vandaan komt. Dat je opeens denkt van, oh ja, ik ga mensen coachen of zo. Ja, hoe? Je bent, wat, hoe oud is ze nou? 24 of zo, 25? Ja, ze is van 98, dus 25. Jezus, man. Maar goed, genoeg over Aylin Of wou, wou je nog een filmpje van haar nee. kijken? Nee, toch? Nee, doe maar niet. Oké, okay, genoeg over Dennis ook. Ik wilde het hebben over. Iemand vroeg wat is uh, lievelingsdier van jou, Umer? Maar toen zei je: ik haat lievelings, want ik heb geen lievelings. Nee, ik haat het woord lievelings. Ik vind dat zo'n raar Maar vraag. heb je geen lievelingsdier? Nee, natuurlijk niet. Oh. Wat manier, maar, maar, maar ik snap dat niet, want gebaseerd op wat? In welke situatie? Nou, je houdt toch van je kat. Ja, maar een kat is niet mijn lievelingsdier. Mijn kat is een van mijn lievelingsdieren in die, binnen die context, maar dat is mijn kat. Ja. Maar als je zegt van wat is je lievelingsdier? Misschien lievelingshuisdier? Oh, van de twee huisdieren die ik heb. Je nee, van de... alle huisdieren die je kunt hebben in Nederland. Mm. Maar dat weet ik dan dus want niet. Want anders zou je een ander huisdier hebben. Dan zou jij wel schildpadden ik hebben. Ik vind dat zo'n rare Ik vind dat een hele moeilijke vraag, want ik niet Je krijgt echt kortsluiting. Ja, maar ik heb het ook met wat is je favoriete gerecht? Of wat is je favoriete liedje? Of heb je geen favoriete gerecht, film? favoriete? Nee, natuurlijk Dat niet. van mij is Menemen, Turkse. Dat ja, kan ik echt elke dag eten. Ik eet dat elke dag. Ja. <laughs> maar, uh, maar dan heb je toch een lievelingsontbijtgerecht. Nee, maar dat verandert dus bij mij heel erg. Dus bij mij is het heel erg van... Stel je voor, ik vind nu iets nieuws, lekker of leuk of whatever... dan ga ik daarop zo hyper fixeren... en dan ga ik een hele aantal weken ga ik alleen maar dat eten of dat drinken of dat doen... En dan ga ik over naar, naar het volgende. Dat ja, jij als had ik een, een bepaalde... tijdje cheesecakes. Ja, een tijdje ging ik protein cheesecakes maken. Ik, ik zocht allemaal manieren om de perfecte protein cheesecake te maken die gewoon lekker was. Maak je dat nu nog? Nee, gewoon daarna heb ik dat echt nooit meer gemaakt. Maar ik weet wel hoe je een cheesecake kan maken waarvan de macro's eigenlijk een complete zijn. maaltijd zijn. Ja, ja. Je kan gewoon de hele dag die cheesecake eten en je bent gewoon gezond, zeg maar. Jij kikt maar... echt op uh, dingen die een complete maaltijd zijn. Jouw supplementenbedrijf ja, omdat... was dat ja. ook. Ja, omdat het echt een vorm van optimaliseren is. Want heel veel mensen zien dat niet op die manier. Kijk, je denkt gewoon van... Maar je die... kan er ook een multivitamine slikken of zo. Ja, maar dat is dan alleen je vitamine en je mineralen. Maar dan oh, moet je, je ook hebt het over macro's. Je moet ja, ja. Ook nog je koolhydraten hebben, je vetten. Je kan het, het is echt heel ver trekken. En ik vind dat gewoon heel interessant. Want dan, als je dat eenmaal leert. Ik kan gewoon heel makkelijk in mijn hoofd. Uh, combinaties vormen. Waar die dan heel ongezond lijken. maar dan eigenlijk gewoon. gewoon gezond zijn. Je kan gewoon aan iets heel vettigs. en. En zoets kun je gewoon heel veel eiwit toevoegen en dan is het opeens niet te vettig of te zoet. Maar dan is het gewoon een, ja. een gebalanceerd maaltijd geworden. En allemaal ja, dat, dat heb soort dingen. je steeds meer. Je hebt nu ook uh, bij Multifly en zo heb je ook taarten met alleen zoetstoffen. En ja, ja. En ja, en ja bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, je hebt veel van dat soort dingen. En ik vind dat gewoon heel erg interessant, want ik zie voedsel echt als... Voedsel heeft gewoon een bepaalde <laughs> lijst van data. Van oké, okay, dit zit erin, deze stoffen zitten erin. En die moeten dan gewoon... ...alle vakjes bij mij invullen. Dus dan heb je gewoon alle vitamine, alle mineralen. Dan heb je je vezels en dan heb je, je verschillende soorten vetten. Je maar je wilt zeg maar het element genot eraan toevoegen, soort van. Ja, en ik wil dan, dan gewoon lekker maken. En dat, dat, dat kan ook gewoon helemaal prima, weet je. Daarom is het ook met dat... Daarom word ik ook altijd boos van die... Um, ...van die... Uh, ge, ...wat voor voedsel? Ultra-processed, ultra-bewerkt voedsel en zo. Want ik ja, denk dat van, zegt niks. Ja, maar want dan denk ik ook van, kijk... ...bijvoorbeeld mayo is gewoon echte mayo, gewoon onbewerkte mayo, is gewoon ei en dan ga je gewoon uh, doe je er toch? olijfolie in terwijl je het aan het klutsen bent als het ware en dan cre ja. creëer je een emulsie van, van, van vetten en zo en dan heb je mayo gemaakt en mayo is niet gezond, het is gewoon fucking veel vet in zeg maar, Het is gewoon totaal niet gezond. Maar je kan in plaats van er vet aan uh, je kan uh, in plaats van er vet aan toevoegen, kun je er 10% van die vet aan toevoegen en de rest verdik je gewoon door er een verdikkingsmiddel in te zetten, bijvoorbeeld. Ja, mayo lijn heb je natuurlijk. Bijvoorbeeld. O, ja. ja, en dan kan je opeens een mayo maken die dezelfde textuur heeft, die dezelfde beetje vettige smaak heeft. Niet exact dezelfde smaak, maar waar dan 90% minder vet in zit. En ja. dan is het soort van. Dat is wel echt cool. Ja, en dan is het soort van bewerkt. Als je echt zou letten op die bewerkt, onbewerkt, dan moet Mayo gewoon gezond zijn. En dat gewoon niet gezond, want het is bewerkt, zeg ja, maar, 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 is maar. Maar daarom, dus als, je dus als je dus leert hoe je dingen kan bewerken naar jouw eigen wensen, als het ware. Dan kan je gewoon de, de, de kennis bezitten om bijvoorbeeld een gezonde GT te maken. Bijvoorbeeld. Ja. Mijn vriendin, doet dat heel, mijn vriendin doet het juist andersom. Mijn vriendin moet, het moet een vieze smaakje hebben. Of ja, niet een vieze smaak, maar het moet een gezond smaakje hebben. En dat is eigenlijk altijd een groen smaakje. Zodat zij het gevoel krijgt dat het gezond is. Mm. Uh, dus als wij bijvoorbeeld. Wij maken altijd shakes in de ochtend. doen we gewoon fruit, haver en weet ik veel. chiazaad. en weet ik veel wat. Een beetje kokosmelk. Maken we een shake. En dan gooit zij altijd een hele hand spinazie in die shake. Oké? Okay? En die sh shake is nog steeds lekker. Hij is fruitig, maar hij is zo. Groen, groen fruit. Echt zo die groene smaak. Is een chlorofiel smaak, zeg maar. Die smaak krijg je dan. En ik zeg altijd tegen haar van... Kijk, ik zou gewoon veel liever gewoon die spinazie zo gewoon rauw eten. Misschien met, met een beetje citroensap, een beetje olijfolie. Zo rauw of eten. Of bakken en, met een ei of Ja, en daarna die shake drinken. Waardoor die shake gewoon veel lekkerder is. Maar ik gewoon nog steeds dezelfde voedingsstoffen binnenkrijg Maar bij haar is het veel meer van... Nee, als ik zo'n zoete shake drink, dan voelt het... Te, onge te ongezond. En als ja. ik er dan groen in doe, dan voelt het gezonder. Dus bij iedereen werkt dat gewoon psychologisch heel anders. Oh ja. Nee, dat snap ik wel. Wat is jouw favoriete eten of uh, dier of weet ik veel wat? Jij kan het gewoon beantwoorden. Als ik vraag, wat is je favoriete dier? Nee, ik ben daar ook slecht in. <laughs> ik merkte dat ook bij die datingsgesprekken. Ja, <laughs> ja maar ik wil een hele rare. Raar dieren. Ja, als iemand. Oh, Want het begon vroeger altijd met: wat is je favoriete <laughs> kleur? En ik wist nooit wat mijn favoriete kleur was, dus ik ging er gewoon één kiezen. En ik dacht in mijn tijd zei niemand paars, dus ik zei altijd paars. En ik vind maar het is zo contextafhankelijk, want. Precies. Ik kan bijvoorbeeld rood zeggen, maar ik zou niet mijn interieur rood willen. Hebben. Ja, precies. Maar precies. een jurk, een avondjurk wel, maar ook niet. Ja. Ik zou ook niet elke dag rood willen aandoen. Ja, dus depends on the mood, the time, the place, gewoon alles. Ja. Ja. ja daarom vind ik het gewoon heel beperkt. Het, het is gewoon een evolutie van de kleuterklasvraag van wat is jouw favoriete kleur. Ik ja, van, ja, vraag me iets interessanters. in plaats van welke organismen mijn favoriete organisme is. Maar misschien moet je dan vragen, wat kan je het meest en het vaakst eten zonder verveeld te raken? Dat zou ik dan een logischere vraag vinden. Mm. En dan zou het bij mij vissoorten zijn. Ik hou echt heel veel van vis. Ja, maar dat is een hack. Want je kan gewoon vis zeggen en dan... daar heb je heel veel soorten. Ja. Ik kan ja. ene dag zalm, andere dag tonijn, andere dag zeebaars <laughs> doorraden. Ja, ja precies. Ja, maar dat, dat raak ik gewoon nooit zat. En andere dingen wel. Ja, ik heb het ook met vis waar ik vind: vis echt fucking lekker. Ja. Diversiteit die je erin hebt is ook echt heel anders dan uh, normaal vlees. Precies. Oké, okay, transgenderwet uh, wil ik het even over hebben. Ik weet er helemaal niks over. Is er iets gebeurd? Um, ja, ze zouden het um, doorlaten. Maar uiteindelijk uh, heeft Pieter Omzicht van NSC uh, er een stokje voor gestoken. En nu gaat het niet meer door. Maar het komt er dus op neer. Dat kunnen we misschien ergens lezen. Uh, ik heb dus begrepen dat het erop neerkomt dat die wet ervoor zorgt dat er geen psycholoog meer aan te pas moet komen om jouw geslacht te veranderen in je paspoort. Mm -hmm. Maar ik had dus een hele discussie met iemand die dus ook uh, genderdysforie heeft. En diegene zei van, ja, maar ik ben ook tegen transgenderwet. Dat is ook wel interessant. En hij, ja. uh, diegene zei van, ja, hoezo zou er geen psycholoog aan te pas moeten komen? Want da daar is toch niks mis mee? Want als je gewoon echt genderdysforie hebt, dan constateert een psycholoog dat echt wel. Ja. ja, ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met de wachtrijen en zo. Maar uh, er staat, het kabineert negeert motie om de transgenderwet in te trekken. Dus gaan die motie negeren? Oh, dus de motie om het in te trekken gaan ze negeren. Ja, dus het het gaat kabinet misschien... trekt de transgenderwet niet in. De ministerraad steunt oh. minister Frank Weerwind dus gaat het toch weer door. in zijn weigering de wet terug te trekken nog voor er debat over is gevoerd. NSC en SGP balen daarvan en beraden zich op vervolgstappen. Nou, dus een ja. nipte Kamermeerderheid stemde dinsdag voor een motie van NSC en SGP, die het kabinet oproept de wet in te trekken, die het voor transgender personen makkelijker moet maken, bla, bla. Uh, Weerwind liet, liet meteen al weten niet van plan te zijn de motie uit te voeren en beloofde het te bespreken. Ja, maar vraag. heel veel mensen hadden het vooral over, ook in podcasts en zo over de gevaren ervan als jij zonder psychologie geslacht mag veranderen. Ja, wat zijn de gevaren dan? Nou, maar Eigenlijk ik zeg eerlijk te... dat, kijk, er is al heel veel transhaat in de maatschappij. Dat is mm -hmm. echt nu onderwerp nummer één, soort van waar iedereen op afgeeft, van, uh, van normale mensen tot aan extreemrechtse mensen. Mm -hmm. Waarom zou je dan willen met zo'n wet? Dat mensen hun geslacht zouden kunnen veranderen zonder dat iemand eraan te pas komt. Ja, maar wat waren de gevaren ervan waar ze het over hadden? Daar ben ik wel bij. Um, naar. Nou, wat je dus altijd hoort, dus dat dan uh, mensen die een beetje verward zijn of aandacht willen zoeken, die gaan dan ook hun geslacht veranderen. En daar heb je best wel veel van hoor. En dat... Die hebben daar niet echt gender Ja, maar wat gebeurt er dan? Dat, uh, dat vraag ik me af. Wat zijn de voorbeelden um, die ze geven? Nou, dan vochtvaren? gaan ze bijvoorbeeld uh, in, de, in de vrouwengevangenis of in de vrouwenkleedkamer of bij de vrouwensport meedoen. Of, uh, Hmm. Uh, ...dat soort dingen in, in de vrouwenwc... Uh, ...wat heb je nog meer gescheiden, mannen en vrouwen? Ja, dat. Even kijken. Over het wetsvoorstel wordt al jaren gesproken. In het plan staat dat transgender personen... ...geen verklaring van een deskundige nodig hebben... ...om in de geboorteakte het geslacht aan te passen. Om zo een aanpassing te kunnen doorvoeren... ...moet iemand 16 jaar of ouder zijn. In het wetsvoorstel zou die leeftijdsgrens komen te vervallen... Wel is er dan een verzoek van een rechter nodig om het geslacht te kunnen wijzigen? Uh, wat? Dat, ja, maar hè? Er staat, je hebt wel een verzoek van een rechter nodig om het geslacht te kunnen wijzigen? Of bedoelen ze dat? Uh... Mm, ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Ik had vooral begrepen in podcast en zo dat je in ieder geval zonder deskundigen gewoon je geslacht mag veranderen. Ja, maar ik denk niet dat de, dat de wet zegt dat je gewoon naar het stadhuis kan gaan en gewoon. Uh, om, ja, en gewoon, volgens mij wel. Ik denk het niet. Uh, maar we kunnen wel kijken. Even kijken. Is er geen video um. over of zo? Oh hier van AD zes dagen geleden. Welke? Okay, die bovenste van AD. En is zeker echt wind van voren. Is oh ja, het? ja, maar dat is gewoon dat het niet. Oh, je hebt het um. ook van Arjen Lubach, zag ik. Ja, wat zei hij er destijds ook over? Dat weet ik dus niet meer. Ga naar die, die wet. wet. Uf. Bla 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 bla. Er is iets. niets uit, want het moet van Europa in het paspoort staan. Europa zegt sorry, geslacht kan er niet uit, want dat moet van de internationale burgerluchtvaartmaatschappij. En, en de internationale burgerluchtvaartmaatschappij zegt sorry, geslacht kan er niet uit, want het moet erin. dat moet. Het gaat over. Ja, daar komt die wet op neer. Nou, Oké, okay. dus uh, deskundigen zeggen dat um, dat helemaal niet goed werkt die um, ding. Ik weet daar echt helemaal niks over. Ik weet niet wat de wat de pre-requisit zijn om tot zo'n verkl om zo'n verklaring te krijgen. Ja. Ik zie wel de gevaren ervan in. Dus wat dan? Ik vind gewoon dat je, ik vind het gewoon prima dat mensen eerst uh, een consult moeten hebben om uh, officieel door een psycholoog als transgender aangemerkt te worden voordat ze hun geslacht mogen veranderen. Want ik, weet je ja, maar wat, wat is. Wat zijn de gevaren? Dat snap ik niet. Iedereen zegt de gevaren de hele tijd. Maar wat zijn ja, de gevaren? Ik heb het toch uitgelegd. Je hebt gewoon nee. heel veel mensen die aandacht zoeken en die ja, Maar wat die... zijn de gevaren wanneer hun hun geslacht veranderen? Uh, ja, zoals ik al zei, ze gaat dan meedoen in de damesport. In ja, maar wat de... is daar het gevaar van? Er is niet echt een gevaar. Ja, het is nou alleen heel irritant voor die andere vrouwen, denk ja, ik. Ja, oké, okay, maar wat zijn de gevaren? Want iedereen heeft de hele ja, tijd over ik, de gevaren. En wie... Ik heb daar geen moeite en, mee en, of gevaren. Ja, maar nee. dat, die gevaren, dat is gewoon bangmakerij van rechts waar het vandaan komt. Maar wat zijn... De Precieze gevaren, dat snap ik het. Ja, niet. dat heel veel vrouwen zich daar heel ongemakkelijk bij gaan voelen. Maar waarom? Waarom als ik een letter verander, als Steve voor, ik verander mijn paspoort naar een. Nee, het vrouw. gaat niet om die letter. Het gaat erom dat jij nog mannelijke kenmerken hebt en dan in die kleedkamer komt of in die WC. Ja, maar dat kan je nu toch ook? Dat zegt hij. Dat ja, daar zijn ze nu ook tegen zegt, volgens nee, mij. Nee, maar dat zegt Arjen Lubach nu toch ook? Ik bedoel, niemand controleert je paspoort voordat je de kleedkamer ingaat. Ja. Dat heeft nog nooit iemand gedaan bij mij, zeg maar. En ik ben meer als de vrouwen WC ingegaan hoor. Dat is altijd veel schoner. Dus uh, ja. Niemand heeft mijn paspoort ooit gecontroleerd. Maar ik snap die gevaren nooit. Ik snap het gewoon nooit. Het is altijd van: oh ja. Ja, ik zie de gevaren wel en zo. En dan denk ik van: ja, maar waar en wat zijn de gevaren precies? Want kijk, kijk, ik geen zeggen, gevaren, zeggen, gewoon, kijk, ik kan zeggen. Het kan zeggen dat de maatschappij er niet klaar voor is, denk ik. Ja, oké, okay, maar de maatschappij is nooit klaar voor veranderingen. Het is niet dat wij veranderingen pas teweeg brengen wanneer de maatschappij er klaar voor is. Het is nee, Maar een, zie een jij het dan voor proces. je dat je zo'n uh, halal sportschool hebt met ladies only? Ja. En dat er een. Uh, Transgender is, die dan nog bijvoorbeeld zijn piemel uh, heeft, of ja. haar piemel, of hoe je het ook zegt. En dan ja, maar hoe weten, dan mensen, hoe weten mensen of die persoon zijn piemel heeft of niet? Gaat door douchen? Ook vrouwen altijd naakt, of zo? Maar je kan me niet voorstellen... Kijk, als, er, kijk, als het voorkomt... Dit, 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 dit is het hele probleem van die transdiscussie dus ook. Als zo'n hele speciaal... Er bestaat een persoon en die is verward en die vindt het gaal... om in een moslim vrouwensportschool zijn lul te laten zien... terwijl uh, de persoon zich identificeert als vrouw, bijvoorbeeld, oké? Okay? Ik denk dat we dit in de laatste 50 jaar misschien dan op zijn best twee keer zullen meemaken of zo. En ja, dat is dan, wel een uitzondering van een en, uitzondering. En, en dan, en dan, ja, maar met heel veel van die verhalen is dat zo. Want je kan wetmatig heel veel dingen. Kijk, je kan bijvoorbeeld ook zeggen: van um, ja, als je straks alles op jezelf mag tatoeëren. Dan krijg je straks gewoon mensen die een lul op hun voorhoofd tatoeëren. Als je gewoon volgens de wet alles maar mag tatoeëren op je voorhoofd. Je, ja, mag, je mag Maar daar op. hebben anderen geen last van natuurlijk. Nou natuurlijk wel. Als jij een lul op je voorhoofd hebt, dan zien mensen dat toch. Jouw kinderen zien dat wanneer jij op oh, straat ja, ja. loopt, wanneer jij langs een school loopt en weet wat. Dan moeten we bij scholen bewakers zetten. Die controleren op mensen of ze een lul op hun voorhoofd getatoeëerd hebben. Messela. Ik geef gewoon een dom voorbeeld. Maar er zijn mensen die een lul op hun voorhoofd getatoeëerd hebben. Er zijn mensen die een... Uh, swastika op hun voor of hebben. Die mensen ga je altijd hebben, maar om die mensen dan uh, te gebruiken als argument, zo van oh dat is de reden waarom er wetten zouden moeten komen over wat je wel <laughs> niet mag tatoeëren, Bijvoorbeeld, ja. het, is gewoon, het is gewoon een standaard tactiek die ja, altijd is gebruikt. Ja, je moet dus niet naar de uitzondering kijken. Ja, het is, het is gewoon altijd gebruikt van oh ja, maar dan kan dit en dit en dit gebeuren. Maar ik, ik bij alle andere wetswijzigingen die we hebben gedaan... waar je ook allemaal zo extreme voor kan verzinnen... zou het heel veel mensen niet boeien. En als deze hele transdiscussie niet bestond... zou dit niet eens nieuws zijn eigenlijk. Ja. Um, en of deze wet er nou wel of niet van is... gaan wij er ook niks van merken. De enige mensen die iets gaan merken van deze wet... zijn de trans mensen. Dat, aangezien... Jij zegt dat net ook: van dat je niet wist dat tot 2014 je letterlijk moest laten steriliseren. om je geslacht te veranderen. Ja. En de reden waarom jij dat niet. dat is een gestoorde wet, hè? Mm. Het is een gestoorde wet. En als hij moest worden aangenomen. dan zouden wij er hierover debatteren hoe gestoord dat is. Maar hij heeft nul effect gehad op jou of mijn leven. Sterker nog, we wisten niet eens van het bestaan van die wet. Ja. Maar voor een transpersoon bestond die wet. en is dat de, was dat de harde realiteit, zeg maar. En. Met de nieuwe wet zal het exact hetzelfde zijn. Dus we kunnen best gaan. Uh, postuleren over, ja, dat gaat dat dan tot dit leiden in de toekomst. Maar ik denk dat wij er echt helemaal geen reet van merken. Want die hele transdiscussie is ook al fucking vijf jaar bezig. En ik zie nog steeds niet meer trans mensen op straat de hele tijd of zo. Nee. <laughs> Weet je. Dus uh, ik vind het een beetje jammer. En ik denk dat het heel makkelijk is, omdat het een onzekere situatie is. En het is heel makkelijk om mensen hierin bang te maken. Denk ik dat het heel makkelijk is om te verspreiden. En dat het heel makkelijk is om mensen hierin over te halen ook. Van oh ja, dit kan leiden tot problemen. Maar. Die wil ik dan wel eerst zien, zeg maar. Ja, precies. Met alle problemen die we nu hebben in de wereld, is dit echt niks. Dus dat ja, er zoveel hecht, aandacht ja. naar het gaat, is ook eigenlijk een beetje disproportioneel. Ja. Maar goed, ik wilde even afronden, want ik moet echt naar de wc. Oké. Okay. Word donateur op ik ga -leef .org. Geef de video een like. Stuur ons een berichtje als je de aflevering leuk vond. En tot de volgende keer. De volgende keer.